dat is de driehoek van de dood waar we nu doorrijden. Dus dat is die driehoek waarin de vermeende ADF-rebellen nu al 5 jaar lang, sinds oktober 2014, heel frequent aanslagen plegen. Als je in deze regio leeft en je vraagt je 's ochtends af of je 's avonds nog in leven zal zijn, omdat de frequentie van die aanslagen ook alsmaar groter werd, dan trekken de mensen weg. Hier kan je niet blijven, hier kan je kinderen geen toekomst bieden. Het is een onleefbare regio geworden en daarom zijn die huizen overwoekerd door onkruid. Ivan Godfroy kent deze regio. Hij zat 10 jaar de lokale directeur van Rikolto, vroeger Vredeseilanden. Rikolto is een organisatie die lokale boeren coacht en ondersteunt, onder meer in Oost-Congo, waar het geweld een extra hindernis vormt. Il avait un chien au niveau de ce côté. Quand le massacre a débuté, il a déménagé. L'autre côté, au niveau d'ici. Omdat ze moeten overleven, zijn ze dus op zoek gegaan naar landbouwvelden die buiten de driehoek van de dood liggen. Waar je natuurlijk ook meer moet betalen, want de vraag naar die grond stijgt. Landbouwer Joasi Mutamo moest 8 hectare van zijn landbouwgrond achterlaten. Het is daar te gevaarlijk geworden door de terreur van een rebellengroep die nu al 6 jaar aanhoudt. Hij neemt ons mee naar de velden waar hij wel nog durft te komen. Ja, cacao. Ik kan het niet aan elkaar houden. Al loert ook hier het gevaar om de hoek. Een jaar geleden is hij op deze plek ontvoerd. J'ai donné ça $3,000 pour me libérer. Mutamo verontschuldigt zich voor de staat van zijn plantage. Hij heeft die de laatste tijd niet goed kunnen onderhouden. Dit zijn dus dode bessen. Hier kan je geen koffie meer van oogsten. Dit is puur verlies. En dat heeft alles te maken met het onvoldoende onderhoud van het land. Maar ook van de boom, omdat die goed moet gesnoeid worden. Ook van de bestrijding van de ziektes en schimmels. Die kan nu niet gebeuren in deze omstandigheden. Die mensen denken vaak dat zijn allemaal keuterboerkjes, maar dit is een landbouwondernemer die op vele gronden grote speculaties heeft aangeplant, hè, zoals koffie en cacao en rijst. Het potentieel is gigantisch. Je kan hier zo ontzettend veel doen. De productiviteit van het agro-ecosysteem is erg groot. Maar de situatie is er niet naar om dat waar te maken. Maar dus de dag dat de vrede hier op een duurzame manier komt, dan mag je er zeker van zijn dat er een geweldige explosie komt van activiteiten. Onderweg naar een volgende bestemming zien we een patrouille van de VN-vredesmacht, MONUSCO. Die zou de bevolking moeten beschermen, maar na meer dan 20 jaar geloven de mensen daar niet meer in. Ja, het enige wat de mensen van MONUSCO zien is dat over en weer gerij, heel de tijd. Meer niet. Als er dan aanvallen gebeuren, en die gebeuren op 500 meter van een MONUSCO-kamp, en MONUSCO komt niet naar buiten, ze wachten tot de zon opkomt om dan de lijken te komen tellen. Ja, je zou als burger toch wel erg kwaad worden. Hè? Dus ja. Ik versta die kwaadheid van de Congolezen heel goed. Vele Congolezen proberen zelf iets te doen, zoals Jean-Marie Vianney, een vriend van Ivan Godfroy. Hij ondersteunt kinderen die wees geworden zijn door de oorlog of door Ebola. Il y a des enfants qui sont des orphelins, d'autres sont déplacés, d'autres victimes de massacres, aussi des situations diverses, des situations de vulnérabilité. Chaque enfant aussi a ce problème, aussi avec de la communauté. Meer dan 100 gewapende groepen zijn hier actief. Het afgelopen jaar viel er meer dan 1000 doden. De voorbije 30 jaar miljoenen doden. Niemand lijkt het geweld hier te kunnen stoppen. On était à l'école. Le papa avec la maman et le grand frère étaient partis à chat vers Mayangos, au chat vers Mayangos ici. Et ils n'avaient pas retourné à la maison. Au passé qu'ils ont passé la nuit, mais fort malheureusement, à se réveiller le matin, on a diffusé les informations à la radio disant qu'on a massacré au chat là à Mayangos. Et c'est comme ça que j'ai perdu le parent. Je reste moi avec le petit frère. C'était vers la nuit. On attendait des bruits.
surtout les ADF. Ils sont entrés dans le village, ils ont massacré. Et ils sont arrivés chez nous, ils ont massacré toute ma famille. C'est que m'est arrivé, j'habitais chez ma tante. Alors, ma tante avait tombé malade. C'est l'Ebola. Donc la maladie était confirmée que c'est l'Ebola. La tante est morte. Le papa aussi avait tombé malade. Alisa qui est toujours, c'est l'Ebola. Et lui aussi, il est mort. Alors, il a laissé 3 enfants. Et j'habite à la maison avec ses 3 enfants. Leur souffrance, vraiment, on est en train de demander comment leur futur sera comment. Avec cette situation du massacre, avec cette situation d'Ebola aussi, ça rendrait traumatiser beaucoup les enfants. Et cela, ça ne les prépare pas pour leur vie future. Ça rendrait de diminuer directement leur capacité de faire l'évolution, ou soit de leur développement. Volgens mij heeft het vooral te maken met het feit dat er te veel mensen zijn die er financieel voordeel bij halen dat er onveiligheid blijft. Zodat ze kunnen plunderen, zodat ze zich kunnen verrijken. En dikwijls ook met medeplichtigheid van legerofficieren of van grensambtenaren. Dus het hele systeem is dermate verkeerd gegroeid dat het te veel belangen behartigt van mensen die willen dat het zo zal blijven.